Mijn naam is Michel Andrade, 28 jaar, geboren en getogen in Rotterdam-West. Mijn ouders komen van de Kaapverdische eilanden, dus daar liggen mijn roots. Mijn vriendin heet Braffa. Mijn kind heet Jaya. Ik ben begonnen met kickboksen toen ik 14 was. Ik ben in veel verschillende landen geweest, in Europa en Australië. Ik zou geen keuze kunnen maken tussen kunst maken en kickboksen. Het zijn alle twee belangrijke onderdelen in mijn leven en dingen die een rode draad in mijn leven zijn. Ja, Berlijn betekent voor mij een stad vol potentie, een stad waar kunst en cultuur heel erg leeft. Ik was 5 jaar toen ik begon met tekenen. En 6 jaar geleden ben ik begonnen met schilderen. Mijn werk is gebaseerd op realistische beelden en ik maak mijn schilderijen op hout. En het meeste van mijn werk zag ik uit. Mijn werk draagt soms een boodschap, maar niet altijd. Kunst en uitgaan, ik bedoel, kunst is sowieso een levensstijl, een levensvorm. En om dat te combineren met het uitgaan, het zou een hele goede combinatie kunnen zijn.